In andere gesprekken of in gesprekken voor deze cursus probeerde ik altijd te begrijpen wat er dan precies gebeurd was. Of hoe het zat. En nu merk ik dat dat eigenlijk helemaal er niet toe doet. Ik merk dat het in geestelijke termen gesproken een heilzaam instrument is. Ja, ik vind dat een andere manier van pastoraat en eigenlijk veel meer recht doen aan de cliënt. Ja. Als je dat moet doen, jij kunt zeggen dat jij gecertificeerd bent dankzij deze cursus. Ja. Snap je? Dus ja. Heb je, ze hebben taalgebruik mee. En dat moet je, dat moet je ook. Ja. Ik denk dat als je deze methode gaat gebruiken, dat je. Voor ons is levensbeschouwelijk counselen optimaal ruimte geven. Niet in de weg zitten. De ander volgen in alle perspectieven waarin hij zichzelf ter sprake brengt. En tenslotte uitnodigen tot het komen tot een samenvatting. Levensbeschouwelijk counselen is geen gesprek. Het is luisteren. Er zijn heel veel manieren waarop je levensbeschouwelijke counseling kan inzetten. Je zet ze vooral in bij mensen die hun leven opnieuw moeten uitvinden na een critical life event. Kortom, op al die momenten waarop je niet onmiddellijk wilt handelen, maar eerst wil weten hoe je je verhoudt tot wat je overkomt, wie je daardoor wordt en wat wijs is om te doen. Iemand komt met een vraag of met iets wat hem bezighoudt. En daar hangt eigenlijk een beeld aan vast, hè, hoe iemand zichzelf ziet. Maar met wat hij vraagt of wat hij zegt, brengt hij zichzelf ter sprake. En in het gesprek loop je eigenlijk om dat zelfbeeld heen. En dan terug laten blikken van wat was hij eigenlijk en waarom vond ik dat belangrijk. En dan uiteindelijk laat ik uitkomen bij de hoop. Van eigenlijk hè, hoop ik of is voor mij dit heel erg belangrijk. En niet eindeloos. Als je heel voorzichtig daarmee bezig bent, kun je soms in 7-8 minuten al duidelijk maken. Hier loopt hij of zij tegenaan. Je volgt de patiënt. Je cirkelt met hem samen om het gevoelde probleem heen. En je probeert samen te vatten wat er in de verschillende lagen en kijkwijzen van de patiënt speelt. De cursus is heel praktisch opgebouwd. We sturen op aantoonbaar veranderd gedrag, dat je het echt kunt. Daarmee hebben we heel weinig instructies en heel veel oefeningen. Oefeningen ter plekke met de camera, elkaar steunend en beoordelend, maar ook oefeningen op je werkplek, waar je zelf een interview afneemt, waar je dat zelf gaat analyseren en een interview dat tenslotte ook in de groep wordt besproken. Het belangrijkste is dat je het gesprek voert vanuit het referentiekader van de cliënt. Dus dat het niet gaat om wat jij wilt weten, maar wat die ander van zichzelf wil weten. Ja, dat was zeker een eye-opener, omdat gespreksvoering heel vaak gaat vanuit vragen stellen en doorvragen. En hier word je dat eigenlijk juist afgeleerd. Ik heb altijd gedacht dat ik moest werken als pastor. En eigenlijk is het dus zo met deze methode dat je de cliënt laat werken. En op te pikken wat voor hem of haar belangrijk is en dan ook samen te benoemen. Ik heb niet alleen leren luisteren, maar ik heb ook leren kijken. Dat betekent dat je ook kijkt naar de emoties van iemand. Nou deed ik dat altijd wel, maar deze cursus die spoorde mij nog eens extra aan om dat dan ook te benoemen in een gesprek. Je brengt ook je eigen vragen in, dus je eigen gesprek. Je bent zelf ook, als bewoner of als cliënt breng je jezelf in. Dus je weet ook hoe het is om met deze methode te werken als je een geestelijke zorg aan je bed krijgt of in je kamer. Ik vond de cursus als geheel leuk om te doen, spannend. De eerste keer vond ik echt wel spannend. Heel ongedwongen, maar wel heel nuttig. De tips die hier gegeven worden zijn heel praktisch. Je kunt er meteen mee aan de slag. Heel goed inzetbaar in verschillende disciplines. En het helpt tot een nieuw verstaan van mijn vak als geestelijke verzorger. Want de huizen waar ik in werk, die laten die religieuze identiteit los. Dus dan moet je goed kunnen verantwoorden wat je uitvoert. En dat helpt hiermee. Want ik kan nu goed omschrijven wat ik als geestelijke verzorger daar doe. Namelijk mensen helpen met het zichzelf opnieuw verstaan. Als ik daarop terugkijk hoe die docenten dat gedaan hebben, dan denk ik vooral dat ze bijna op een manier met ons zijn omgegaan zoals in de levensbeschouwelijke counseling bijna gebruikelijk is. Dat wil zeggen, ze hebben ons gefaciliteerd op onze eigen wijze deze materie en deze stof te ontdekken. En als ik dan voor mezelf de eerste gesprekken die ik ingestuurd heb bekijk en het laatste gesprek, dat ik zie dat ik echt stappen voorwaarts heb gemaakt.
Ja, ik heb er veel aan gehad. Maar ik vind het jammer dat het ophoudt. In zoverre, ik vind die 6 weken prima. Maar ik zou over een poosje zou ik het wel leuk vinden om weer een gesprek te kunnen opsturen om te kijken hoe ver je dan bent gekomen.